Ja, vlekje bent vrij. Bob! Waar is Bob? Bob is weg. Hoor je dat? Hij is hier. Wat doet hij? Wat doet hij? Laat Vlek met rust. Je hebt iets van ons gestolen, Max. Ja? En nou zullen wij iets van jou stelen. Stop, Bram! Hij is gewoon... Ik ben zo ontzettend tevreden met het resultaat van deze brug. Het is zo een unit en zo een chonk geworden. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Jongens, ik heb bezoek. Ik kom zojuist de server in en ik zie echt overal sneeuwmannetjes staan. Ik denk, nee, dat meen je. En dan staan hier ook nog eens twee botjes. Het is oorlog, dit is nog maar het begin. Wacht maar, Dikkie Dik zit in onze kamer. Je zult snel een update krijgen. En ik heb helemaal geen zin in nog een oorlog, jongens. Ik wil gewoon dat er geen sneeuw op mijn basis te vinden is. Dus laten we beginnen met al deze stinkbeesten hier even af te maken. Want oh mijn god, wat zorgen ze voor veel sneeuw. Sneeuw en hijsa. Sterf. Jullie verdienen het niet om in kwassen hoog te zitten. Dat verdienen jullie allemaal niet. Ga weg. Verdwijn. Nee. Sorry, dode kwast. Verdwijn en kom nooit meer terug. Hebben we trouwens een nieuw? Ik zie dat er een kaarsje is geplaatst. Dus ik vraag me af. Hey, stukje vlees voor kwast. Oh man. Crimson Roots en het eten wat voor kwast zou zijn. Mensen hebben gedoneerd. Dank jullie wel, jongens. Hey, ga jij eens hier? Ik zag je wel de hele tijd staan. Stink op. Terwijl ik dit allemaal aan het weghakken ben, heb ik even snel Kingdom Forum om op hulp gevraagd. Want jongens, dit kan ik niet alleen. En ik moet even onderzoek uit waar Dikkie Dik nou is. En ik durf te wedden, het heeft Kingdom Koud gegaan. Het heeft Robin gedaan, of Justin, of samen, of weet ik veel wat. In ieder geval... Ik zal wederom wraak nemen. Bram! Bram! Dit was een oorlogsdaad. Hoor je me? Ja. Dit is een oorlogsdaad van Kingdom Koud. Vlak na de oorlog zelf. Dit is geweldig. Kan jij helpen met even al het sneeuw weghalen? Ik heb als het goed is al bijna alle sneeuwmannen. Ik heb geen shovel. Je hebt geen shovel? Ik heb geen shovel. Wat ben jij voor een keer iets? Maar hier... Oh mijn god, er staat er ook een item bij. Je moet voorzichtig mee zijn. Ik moet voorzichtig zijn bij Vlek. Oh, voorzichtig. Zonder dat ik Vlek iets aandoe. Ja, Vlek, je bent vrij. Bob! Waar is Bob? Ze hebben Bob. Bob is weg. Nee, Bob is onzichtbaar omdat het nacht is, als het goed is. Nee, maar Bob... Nee, Bob is er niet. Ze hebben Bob. Er zit ook glas weg. Ze hebben iets met Bob gedaan. Waar is Bob? Laat Vlek met rust. Koning Bram. Ja. Al het sneeuw is weg. Bijna al het sneeuw is weg. En dan is onze taak voldaan. Nu moet je spreken. Ik neem je even mee naar mijn vergaderruimte. Oké, Bram. De vergaderruimte is nog lang niet af. Maar dit is even de ruimte. Dit zijn de stoelen. Ik heb slecht nieuws. Wat is het nieuws? Dikkie Dik is gestolen. Dat ben je. Ik heb een foto. Wacht, ik maak wel even scherp voor je. Oké, Bram. Zoals je ziet op deze foto hier is Dikkie Dik gevonden in de kamer. Ik zie punten. Wat vind je ervan? Een douw. Vies en goor. Bram, wat gaan we hier aan doen? We moeten hem terugvinden. Ja, maar waar is dit? Dikkie Dik. Ja, dit is ergens gebouwd bij Kingdom Koud. We weten niet waar dit is. Laten we erin gaan. Oké, Bram, daar zijn we. Wat gaan we doen? Nee, nou, we gaan het niet afbranden. Ik zag een reactie van iemand die zei... Als je uit de deur komt, staat er een pijltje... Dat lijkt wel op een pijltje van ijs. Maar wat is dit dan ook? Als ik dit... Oh, dit is water. Oh nee, mok. De mok. Maar kijk, hier kan ik doorheen kijken. En wat zie ik daar? Cool. Waar leidt het heen, Bram? Dit leidt naar niks. Dit leidt naar dood, verderf en verdriet. Kom, we gaan terug naar binnen. 100% hier ergens in de buurt is Dikkie Dik. Kan niet anders. Ja, ik heb geen silk touch, dus ik kan niet al een ijs breken. Dus nee, dat snap ik. Ik ook niet, maar... Oeh, wat is dit? Het is cool dat ik hier heb gestolen. Oh, laten we dan maar zo zitten. Dikkie Dik! Oh, hoor je dat? Hij is hier! Wat doet hij? Wat doet Dikkie? Huh? Hij is van die... mij! Waar had je vandaan? Waar had je hem vandaan? Hij liep hier, letterlijk. Hij liep hier gewoon. Huh? Met een lead. Huh? Dikkie Dik! Wacht, geef de lead erbij. Bram. Rennen, Dikkie Dik! Stack diamonds! Stack diamonds! Rennen, Dikkie Dik! Kom hier! We gaan er vanaf voordat Bram je pakt. Hij heeft een lied in zanden. Rennen, Dikkie Dik! Rennen! Rotfeest! Dikkie Dik! Bram heeft een lied! Rennen, Dikkie Dik! Blijven rennen! Blijven teleporten naar me! Blijven te... Dikkie Dik? Dikkie Dik! Nee! Bram! Geef hem terug! Dikkie, kom! Bram! Nee! Dikkie, kom! Kom, Dikkie, nee! Rotfeest! Dikkie Dik, kom! Ren! Nee, Dikkie! Ren! Laat hem los! Laat hem los! Je hebt ook de paardezel van voren gestolen. Ja, maar die heb je terug. Bram, ik kwam hier omdat ik jou... Ik haalde je omdat ik je vertrouwde na deze oorlog. Bram, ik vertrouw je. Ah, Bram. Breng hem in het vuur. Nee, pas op. Dikkie Dik. We gaan er vandoor. Ik vertrouw het hier niet meer. We nemen de brug. Oh, nee.
Nee! Ja! Ja! Dankjewel voor deze zoektocht, Bram. We hebben goed gezocht. We hebben blijkbaar was Dikkie Dik gewoon hier. Ik dacht dat hij helemaal in de kamer zat of zo, maar... Welkom thuis, Dikkie Dik! Het is veranderd sinds je weg bent geweest. Het is anders hier. Hier, ga maar hangen. Hier ben je veilig, Dikkie Dik. Nee! Ja! Ja! Neem je mee naar huis. Toeter en Jopie heb je gemist. Hier, Toeter en Jopie, ze hebben je gemist. Zo, krijg ik dan weer op. Maar, Max. Ja. Denk maar niet dat deze daad, dat ik jou zo heb geholpen met zoeken, dat dit gratis is. Ja, op hoor. We hebben niks afgesproken. We hebben helemaal niks afgesproken. Er is een onderhoudscontract. Nou, en dat was? Jij hebt voor mij iets gestolen. Jij hebt iets van voordat gestolen. Ja, dat is al tijd geleden. Dat was voor de oorlog. Dat was letterlijk... Nee, dat was in de oorlog. Dat was voor de oorlog. Dat was daarvoor. Nee, dat was letterlijk na maar de oorlog. Maar wat wil je? Ik heb wat leuks voor je. Ik heb een betaling. Ik wil... Nee, ik heb wel een betaling. Een van de katten. Nee. Ik wil een van de katten. Hier, dit is de betaling. Ik wil een van de katten... Nog drie. Nee, dan nee, ben ik tevreden. Je krijgt een één. Dan ben ik tevreden. Laat mijn katten met rust. Ik heb een langer... Waarom? Wat doet Toeter hier? Toeter, waar ga je heen? Toeter, hier, hier, Toeter hier. Goed zo, braaf kat. Nee, stop! Sla ze nou niet! Ik ga verder bouwen. Nee. Jawel, ik moet verder bouwen. Het is nog steeds oorlog, Max. Je hebt de paardezel van voren gestolen. Het is geen oorlog meer. Ik heb je hebt de paardezel van voren gestolen. Klast is dood. Bob is verdwenen. Weet je hoe bang Bob nu is? Vlek die zit vast. Max. Heb ik gedaan. Doe nou niet. Niet doen. Nee, Bram. Bram, laat Vlek met rust. Laat Vlek met rust. Laat Vlek met rust. Jij heeft iets van ons gestolen, Max. Ja. En nou zullen wij iets van jou stelen. Stop! Bram! 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 Vlek! Hij heeft echt Vlek vermoord. Nee! Nee! Vlek! Nee! Arme Vlek. Dit zal nooit vergeten worden. Dit zal nooit vergeten worden. Vlees van Vlek. En dit is Vlek zelf. Man, Bram, hoe kon je dat maken? Jongens, dit kon Bram toch niet doen? Hij vermoordt letterlijk. Dit is oorlog. Nou, dit is meer dan oorlog. Dit is gewoon moord, executie. Vlek, maar Bob... Man, Bob en... Ik ben oprecht echt sad. Oh, dit was het plekje van hem. Vlek, vlees van Vlek. Rip Vlek, vermoord door Brompom. Jongens, Rip Vlek, vermoord door Brompompom. En Tidia Bounty. Ik bied 10 diamonds op het hoofd van Bram. Het is dat ik nu echt moet gaan bouwen en even andere dingen moet gaan doen. Anders had ik nu naar Bram gegaan en had ik Bram... had ik nu gewoon als paarden vermoord. Maar we gaan hierover nadenken, jongens. Kom even met een plan in de reacties hoe we Bram gaan... hoe we wraak gaan nemen op Bram. Ik zal hem nooit vergeven. Maar nu, jongens, moeten we even een brug maken. Want het is tijd dat ik de brug naar Kingdom Koud even afmaak. Want dit slaat helemaal nergens, omdat hier gewoon zo'n kobbelsteen dingetje staat. Maar man, ik vind het sad om zo snel gewoon dit van me af te zetten met Vlek. En waarom heeft hij Vlek vermoord? Dat sloeg helemaal nergens op, jongens. Dit was zo onnodig. Vlek had niks fout gedaan. Helemaal niks. Oh, dan moet ik het slechtste nieuws nog aan Stip vertellen. Stip zit daar. Nou, laten we beginnen met eerst dit weghalen, dit gekke zootje hier. En dan, even kijken, de brug wordt 3 breed natuurlijk. Of kan dat niet? Oeh, hij wordt 4 breed zelfs. Oké, dit is de breedte van de brug. Nou, dan ga ik beginnen met de vormpie maken. Klopt aan. Oh nee, Rick staat er. Voorden is niet meer welkom. Nee, hoor je mij? Gruweldaad, Rick. Ik heb niks gedaan. Gruweldaad. Kom maar, ik laat het je zien. Ja, ik Noah, jij bent wel welkom. Jij bent van de Zandhex. Kom binnen. Dit is een gruweldaad. Ripflex, vermoorde Brompompom. 10 Dia Bounty. Oh, Vlek is nee. Vermoord. Letterlijk voor mijn ogen. Ik heb het gezien. Je hebt het gebakken. Waarom heb je het gebakken? Ja, omdat hij verbrand is. Oh, maar ik heb niks te maken met de actie van mijn compagnon. Nee, maar jij staat achter Bram. Tenzij jij mij iets waardevols van Bram kan geven, dan deal ik niks meer met jou. Met jou okay. Wel, Noah, wat zo? Ik kan jou iets heel waardevols geven. Even kijken. Bram is in deze kamer, invisible. Hij zit hier ergens. Waar weet ik niet. Oh, waar is hij? Ik geef jou Bram. Hij is ergens invisible. Oh, sorry. Waar is hij? Ik sluit de poort voor je. Ik kan hier nog overheen. Hij is hier. Hij Bram, is hier ergens. Waar ben je? Dit is mijn opoffering dat ik Enderside van je mag kopen. Hij zit ergens. Oh, hij is inderdaad ergens. Bram, waar ben je? Jij loose, Bram. Je hebt vermoord. Oh ja, ding is doet gewoon meer pijn. Bram, je bent niet welkom hier. Weg. Verdwijn. Je bent niet welkom. Weg hier. Ik wil jou hier niet zien, Bram. Ik wil jou hier niet meer zien. Pak hem, Noah. Help me. Toon een gunst. Ga weg, Bram. Ga weg. Ga weg hier.
Of je zou sterven. Eén van de twee. Je mag hier niet komen. Kijk, nou, dit heb ik gedaan als daad van goede wil. Ja, maar hij is niet dood. Ik heb er niks mee opgeschoten. Nee, maar hij was aan het afluisteren. Ja, maar ik heb er niks mee opgeschoten, Rick. Nee, maar ik had hem ook gewoon kunnen laten... Nou, vermoord hem dan. Nee, hij heeft veel sterke gear voor mij. Dat overleef ik niet. Tot jij mij iets biedt, ben jij ook niet meer welkom. Nee. Ik kom mezelf weer bij Noah. Noah, wil jij misschien Endersite voor me kopen bij Max? Rick, nee. Weg. Ja, eruit. Ik wil Endersite kopen. Maar mag Noah het wel kopen? Nee, want het gaat naar jou. Nee. Het gaat naar jou. Nee, dat is niet zo. Bram, Rick, tot je me iets van Bram geeft, ben je niet meer welkom. Dan kunnen wij even rust verder met de brug. En Rick die hoort bij Bram, jongens. Dus Rick is ook niet welkom tot ik iets goeds krijg. Nou, het eerste vormpje is gemaakt. En dat is namelijk gewoon waar je overheen loopt. Dit wordt uiteindelijk nog hout. Maar de onderste laag moet natuurlijk wel mooi van steen zijn. Er zit een soort boog in. Het loopt een beetje zo op die manier. Hey, het is deze dag. Dus nu ga ik de pilaren maken. En ik wil de onderkant even doen. En het gaat echt nog wel een heel klusje zijn om dit te doen. Meer van plakkers. Ja. We zijn hier met z'n allen tezamen gekomen. Waarom zijn jullie hier allemaal? Ik heb een... Weet ik ook niet. Ik heb een voorwerp voor jou. Nou? Ja, heb hij ligt nog in de energy. Ik heb even voor jou. Het is een voorwerp waar Bram heel veel waarde aan hecht. En dat is legit zo. Hij wou me bijna vermoorden ervoor. Wat is het? De music disc waar jij je outro mee hebt opgenomen. Bram, Die wil ik, Bram. Dat is mijn outro. Bram, die wil ik. Dat is het enige waardoor ik het je mogelijk zal vergeven. Doe het. Ik heb toestemming gegeven. Heb je een energy? Ja, in mijn kleine huisje. Daar komen ze met z'n drieën aan, hoor! Ah! Grapje. Okay. Wacht even, jongens. We gaan het even oplossen, jongens. Ja, heb je een vergaderzaal? Nee, dat gaan we ook niet doen. Ik wil gewoon slapen en ik wil hem nu en het is klaar. Mag ik Max, even serieus, hoe? Ook dikke dingen. Nee, even serieus, hoe? Ja, Bram en ik gingen een zoektocht, toch, Bram? Ja. Bram? Hij liep letterlijk gewoon in de tunnel. Hij liep letterlijk in jullie tunnel, gewoon. Hij liep gewoon in jullie kamer, als het ware. Echt in. Hij liep er gewoon echt in. We hebben helemaal niks gezien. Ja, dan is je afgebroken. Ja, maar dan zou hij naar jou moeten komen, ho, sorry. Dan zou hij naar jou moeten tp'en. Oh, sorry. Ja, nou, ik weet het niet. We kwamen eraan en hij liep gewoon in jullie grote hal. Wat ik denk, hij delete is weg. Toen Max in render distance kwam, is hij naar Max getp'd. Dat denk ik. Ik wilde er serieus echt heel scenario van maken. Dan ga ik hem ook vermoorden ook. Nee! Nee, Robin. Robin! Ja! We hebben hem! Je zit erachteraan! Nee! Nu gaat hij er alsnog heen. Nee, je gaat hem niet vermoorden. Ik ben al te veel verloren. Bob is ook al weg! Ik weet niet hoe dat komt, maar Plek is dood. Bob is dood. Kwast is dood. Je gaat niet ook Dikkie Dik van me afnemen. Dan wil ik hem weer terug. Houd Max vast, hou op. Dan wil ik hem weer terug voor het scenario. Ik overleg even met Dikkie Dik. Oké. Dikkie Dik, zeg maar. Hij zei ja. Neem hem maar mee. Bram, ik wil nu die music disc van je. Dat is mijn bro. Ik dit moet doen. Dat is een goeie. Otherside. Bram. Ik heb hem opgeofferd voor 13 jaar. Dankjewel voor de music disc. Ja, maar ook om de oorlogen. Nee! Dankjewel voor de music disc, Bram. Hier. Ja, en nu mijn king naar mij. En nu mijn king naar mij. Nou gaan ze ook dood. Nee, jullie hebben me al. Jullie hebben al genoeg vermoord. Niet doen. Jullie hebben mij wat aangedaan. Nu heb ik jullie weer wat aangedaan. Klaar. We zijn iets dierbaars kwijt, Rick. Ja, ik ook. Ik ben Vlek kwijt. Vlek leeft. Jullie zijn een domme music disc kwijt. Vlek heb je door mij. Man, ja, Vlek heb ik voor jou gekregen. Ja, precies. Dat is mijn koe. Je hebt er niet eens recht op. Je hebt er nooit voor betaald. Dat was zoveel karma. Mijn spullen. Wacht, help me, je hebt fall damage. Wacht. Je hebt verder falling. Mijn spullen. Hier, Max. Ik gooi een watertje naar beneden. Oké, wacht, ik klim al. Ik krijg het hoogste punt wat ik kon pakken. Mijn spullen! Pas op, stel, er zou nog allemaal lava zitten. Ga weg, zombie. Oh, kut, Bram, jongen. Wat geweldig. Vreselijk. Max, want wij hebben heel erg veel Protection 4 en Thorns en verder falling. Ja, breng maar als gift. Als ik dat cadeau. Gast, de oorlog is al voorbij. We hebben de music disc opgeofferd. Ja, nee, maar zeg, breng maar als cadeau.
Kijk, hoor die knopjes. Ja, maar echt. Je viel bijna hierin, hè? Ja, echt legit bijna. Oké, het is klaar, het is klaar, het is klaar. Het is klaar. Het is klaar, Bram. Ik ga verder bouwen. Dankjewel, Bram. Tot ziens. Tot ziens. Alright, jongens, hij is af. Ik heb hem gewoon helemaal afgemaakt. Ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon compleet verder met de brug. Ik heb Justin even online gevraagd. En hier is hij dan, jongens. Hij is gewoon... Ik ben zo ontzettend tevreden met het resultaat van deze brug. Het is zo een unit en zo een chonk geworden. Als je hem ook zo ziet, hè. Oh my days, wat is het een mega brug. Ik ga hem zo meteen ook even van de zijkant laten zien. Maar het leukste van allemaal... Ik heb hier trouwens een rode vlek. Dat is niet het leukste van allemaal. Ik weet niet wat het is. Maar je kan er ook in. En dan denk je, he, maar hoezo kan je erin? Hij is gewoon multifunctioneel. Je kan er overheen lopen, maar je kan er ook doorheen lopen. Oh, kijk nou jongens. Wat een brug, hé. Ik ben hier zo ontzettend tevreden mee met het resultaat van deze brug. Wauw, hij past er echt perfect bij gewoon. Het is echt een fantasiebrug, als je het zo ziet. Damn, ik ben benieuwd wat Justin ervan vindt. Justin. Hey. Hierheen. Hier, kom eens. Eén, tweeën, hoppakee. Jezus, ongelooflijk lelijk. Goedemiddag, zeg. Jezus. Ja, die kan gewoon weggehaald worden, denk ik. Hou op. Dan zie je hoe blij ik er mee ben. Hij is echt goed gelukt. Hij is echt vet. Hij is goed gelukt, hè? Ik twijfel om er nog een dak op te doen, als het ware. Mm-hmm. Een soort plafonnetje, weet je, ja, dat je er nog een ding eens op doet. Maar dat weet ik niet zeker. Maar het leuke is, deze brug, die is zo dik gebouwd, als in, het is zo'n unit dat je dit hebt. Kijk, je kan er gewoon met, hij is steen van de onderkant, hout van de bovenkant, weet je. Maar je kan in het midden staan zonder dat hij instort. Dat is ook echt wel vet. Hou op, een beetje physics. Nee, kijk, er zijn meerdere leuke dingen eraan. Je hebt ook dit hier, kijk. Komt-ie als je hierheen gaat. En hierheen. Kijk, het is zo'n multifunctionele brug dat je gewoon een... Nee. Je kan er gewoon in en doorheen. Ik heb er gewoon een interieur in gemaakt. Oh mijn god. Lijp, hè? Maar ook gewoon echt door de ramen kijken en zo. Je kan alles. Hij is gewoon multifunctioneel, deze brug. Dus hier wil ik ook nog een geheime doorgang maken of zo. Nee, maar nu hoeven wij nooit meer de netherportal naar elkaar te nemen. Dit is gewoon voortaan deze route. Alleen, hij is nog wel een beetje bruikbaar. Hoe bedoel je? Ja, voor jullie. Voor mij is die top. Gewoon jullie route moeten jullie zelf maar maken. Nah. De brug is er. Ik heb de brug gebouwd. Maar werkt de route zo? Doen jullie zelf. Maar ja, hey, dit, vanaf hier kom ik in jullie regio, hè. Dit letterlijk. Dit is het einde van mijn... Het randje zie je vanaf het sneeuw is jullie regio. En dat is het gewoon niet meer mijn kingdom. Nee, maar deze boom ook nog. Ja, die boom is van mij. Maar jullie mogen zelf een pad regelen. Ik heb de brug gemaakt. Jongen. Ja, die ga ik niet doen, hoor. Maar je gaat hier geen tol opzetten, alsjeblieft, hè? Nee, tol komt er niet. Er komt geen tol op deze brug. Alleen voor de mensen die, zeg maar, niet Kingdom Koud zijn. Dus stel, Bram of Rick willen hem een keer gebruiken, dan moeten ze tol betalen. Ik wil hem eigenlijk ook even van onder zien. Kom, even samen koekloeren. Hier kunnen we naar beneden. Oh, dit ziet er leuk uit, joh. Vanaf hier. Like it, hè. Ja, hij is echt goed. Goed gelukt bruggetje. Het is letterlijk de eerste keer dat ik er zelf ook van afstand... Ik heb geen één keer tijdens het bouwen van dit van afstand gekeken. Het is gewoon echt de eerste keer. Je denkt echt dat hij heel stijl is. Maar dat is hij dus niet. Dat is hij totaal niet, gewoon. Hij is echt mooi rond, de onderkant. Ja, dat is goed gelukt. Goed gedaan voor jou, Justin. Ja, dankjewel. Ja, mooi, hè. Nou, ik ga dus weer film kijken. Ja, dankjewel voor het kijken naar de opening van de brug. Jongens, deze brug heeft zo dusdanig veel tijd gekost om te maken... dat het nu al gewoon veel te laat is om nog verder op te nemen. Dus ik weet niet hoe lang deze video is geworden. Ik hoop lang genoeg. Nee, ik hoop oprecht dat hij lang genoeg is. Maar nu ik die brug zo zie, vind ik het wel waard. Mijn volgende doel is om hier een lijntje te maken van houten. Houten pilaar, dus gewoon logs, maar dan stript. En dan hier gras. En dan van die hoge boompjes te maken. En dan niet planten, maar zelfgemaakte boompjes. Dat is het volgende doel. Zodat je wel een mooie ingang vanaf hier krijgt. Dit is gewoon de tweede ingang van mijn basis. Dus voor nu, helaas, is dit het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat niet gedaan hebt. Like ook even. We gaan voor 2000 likes. Like nu de video. En dan spreek je later glaasje water tot 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yo!